1984. Ondanks dat Oranje het EK miste door die rare Spanjaarden die met 12-1 van Malta wonnen, was Sinterklaas uit Spanje ook gewoon in Waalwijk welkom. De intocht van de Goedheiligman behoorde tot de spaarzame hoogtepunten van de stad. Natuurlijk was er ook ieder jaar carnaval en liep Jong Waalwijk de avondvierdaagse. Maar verder was er weinig opwinding. Tot de zomer van 1984. Biljarter Rini van Bracht was dat jaar de beste van de wereld. De schoenenstad van weleer had weer iets om trots op te zijn. RKC was eveneens een topper, zei het bij de amateurs. Er stroomde veel water door de Bergse Maas eer de club koos voor het profavontuur. Een metamorfose met grote gevolgen. De pijn van het missen van het EK in Frankrijk werd voor de mensen met een voetbalhart in Waalwijk verzacht. Waalwijk kende een profclub. Een avontuur dat begon met het wonder van Waalwijk. Hadden we hier een aantal velden liggen. Toen speelden we nog bij de amateurs. En het lagen hier allemaal gewoon velden. Het was een mooi stadion, er was niks mis mee. Maar toen we betaald voetballen gingen, hebben we natuurlijk een gedeelte verbouwd. En de afgelopen jaren is dat nog verder gegaan met verbouwen. Het ziet er nu allemaal perfect en mooi uit. Ik zit net met uw been hier zo, ja, voor dat potje. En ik zit hier. Zo zaten we. Nou, wij zijn het oude bandje Caravan. We zijn ontstaan in de jaren 70. 79 zijn we begonnen. Ja, in die tijd was ik keeper. En ik had een beetje het idee dat ze mij niet voor reservekeeper hadden gehad, maar ook voor het entertainment in de bus, denk ik zo. Toen ontstond op een gegeven moment het idee, toen RKC al heel kampioen werd van Nederland, van de amateurs, om een kampioenslied te maken. RKC. Uitgezeten door Rudy Mulder. En die neemt dan ook grif die bal af. Gaat alleen door met die bal. Geeft een prima paas op Janus van Galder. En een unieke kans, Janus van Galder. En 3-1 voor RKC. Een geweldige paas van Ruud Mulder op Janus van Galder. RKC leidt hier in deze na-competitiewedstrijd met 3-1. Sorry. We willen altijd meedoen om het kampioenschap. En daar zag je dan ook, die spelersgroep. Die was niet elk jaar hetzelfde. Heel vaak bij amateurclubs heb je in die periode dat je met heel veel jongens. Maar er kwam bij ons altijd weer. Adje van der Wiel, die kwam hier van, geloof van Gudok. Ad van der Wiel op links van Gelder. Ik zou zijn derde goal nog kunnen scoren. Mooi paasje. Van Gelder weer breed. Van der Wiel. Dat was hetgene toen ik dan in mijn goede tijd. 62 keer heb ik zo mogen juichen. 118 wedstrijden. Alleen bij RKC hebben dat altijd gelukt. Ja, ik vind het geweldig dat ik hier hang. Ik voetbalde wel bij de amateurs, bij Gudok. Maar ja, meer rooikaarten dan iets anders. En toen op een gegeven moment ging ik toch een beetje aan het voetballen. Dat ging goed. Dan werd ik twee keer topscorer van de derde klas. En toen kwam Piet Kipping. Die had dan gehoord via iemand die hier de kroketten en de frikadellen leverde uit Tilburg. Die had tegen Piet gezegd, je moet ze naar Gudok gaan kijken. Dan loopt er eentje rond, die kunnen we wel gebruiken bij RKC. Piet Kipping was een hele bijzondere man. Het was een echte RKC'er die zijn hele leven aan de club gewijd heeft. Piet deed alles uit clubliefde en ook gratis en voor niks. Het was zelfs zo dat de vergoeding die hij kreeg, bewaarde hij apart in een potje om spelers over de drempel te halen, mocht dat nodig zijn als ze bijvoorbeeld niet genoeg tekengeld kregen. Dat was een man die echt alles voor de club over had. Ik was 18 jaar, toen stierf mijn vader. Ja, ik kan me wel herinneren, in 78, Rensbrink trapt op de paal. En mijn vader overlijdt. Dus een hele impact in mijn leven.
En toen kwam ik in de voetballerij terecht. En wat er ook maar gaande was, mijn moeder kon altijd Piet Kipping bellen. En Piet kwam naar mij thuis toe en ja, is altijd een soort tweede vader geweest. Goed naar binnen geplaatst. En wie is het? Janus van Gelder. Een pure hat-trick. 3 doelpunten van Janus van Gelder in die eerste helft. Mij speelden wij 1-1 daar. En hier 2-0 voor, 2-2. 4-2 voor 4-4. En volgens mij een beslissingswedstrijd op een veld. En dat was een beetje geëscaleerd. Hè? De wedstrijd ging tussen de zondagkampioen RKC uit Waalwijk en de zaterdagkampioen IJsselmeervogels uit Spakenburg. Het was een beslissingswedstrijd nadat 2 eerdere duels onbeslist waren geëindigd. Weer een open blik op het veld. Het is toch niet te geloven wat hier allemaal gebeurt. En daar wordt de scheidsrechter aangevallen. Ja, en ik vermoed dat dit de beslissing gaat worden om dit spel te gaan staken. En hier die scheidsrechter. Ja, het is erg jammer wat hier allemaal gebeurt. Wij zijn toen nog in de kleedkamer, volgens mij, moeten vluchten van IJsselmeervogels, dacht ik. Dat was echt heel, heel heftig, ja. Ja. We hadden eigenlijk in de amateurtijd, de laatste jaar, alles meegemaakt. En dan wordt er gesproken over een stap om naar betaald voetbal te gaan. Er was een doorstromingsregeling van de KNVB waar clubs gebruik van konden maken om naar de eerste divisie door te stromen. Op een gegeven moment kreeg RKC het idee, daar willen wij ook wel aan meedoen. En dat was in december 83. En toen zijn ze met een man of 3-4 naar Zeist getogen. En daar komt vanuit de KNVB de aanbieding, ja, wanneer willen jullie nou een jaar wachten? Want aanvankelijk was RKC van plan in 1985 over te gaan. Een maand later of zo kwam al naar buiten van, wij willen nu al meteen betaald voetbal gaan spelen in plaats van in 1985. Nou, een jaar geleden werd er hier achter in dit gebouw bij RKC dus de stemming gehouden over het betaald voetbal. En zodoende, als ze nou amateur wouden, blijven al betaald voetbal. En toen is de stemming met kilo doorgekomen dat ze betaald voetbal zouden gaan spelen. Ik weet nog wel die vergadering. Daar waren wij niet welkom als pers. Na afloop wilden ze niet bekendmaken hoe de stemverhouding lag. Die was ruim een meerderheid, werd er gezegd. Nou, het bleek al snel dat die meerderheid niet zo ruim was. Er waren 121 leden voor, geloof ik, en iets van 86 tegen. Dus als er 20 leden andersom hadden gestemd, dan was er op dat moment een afwijzend besluit geweest. En had RKC zeker, denk ik, niet in 1984 al betaald voetbal kunnen gaan spelen. Piet Kipping en Piet van der Pennen waren op dat moment erg belangrijk voor de club. Zeker bij de overgang van de amateurs naar de profs. Omdat zij kenden het circuit, zij kenden de mensen. Ze zaten tot aan hun nek in de club. Het waren ook echt volksjongens uit de wijk, die echt de wijk van RKC was. En zij legden contacten met spelers. En Piet van der Pennen zorgde dan voor het geld als dat nodig was. Iedereen kende hem van zijn Citroën DS. Piet was heel zwaar. Op een gegeven moment woog hij volgens mij 230 kilo, als ik me goed herinner. En dan kwam hij aanrijden in die DS en dan zag je dat die auto zo hing. En dan wist je, daar komt Piet van der Pennen aan. Hij heeft waarschijnlijk heel veel geld verdiend op allerlei manieren. Hij zat in de prostitutie, hij was een koppelbaas, maar gaf ook ontzettend veel geld weg. Als Piet ergens langskwam en hij zag kinderen aan het voetballen, dan stopte hij en dan kocht hij een ijsje voor ze. Hij is ook niet rijk gestorven, want in het laatste gesprek wat ik met hem had, een paar weken voor zijn dood, hij woonde in een klein huisje en niets wees erop dat Piet het nou zo ontzettend goed gedaan had in zijn leven. Maar mensen uit zijn buurt hebben mij verteld dat hij ook alles weggaf. Dus ook aan RKC. Daar had je toen die loges van Piet van der Pennen. Die van der Pennen reed de auto altijd voor die loge en die kon met moeite in die box komen. En dan zei hij, doe even 10 frikandellen en een paar kroketten. En dan werden die aangeleverd en werden naar de wedstrijd gekeken.
Toen ze mij vroegen, dacht ik, dat gaat nooit gebeuren. Want er zijn veel te veel clubs in die buurt. Den Bosch, Willem II, NAC, later Top Os. Dus wat dat betreft was het ook vrij verrassend voor mij dat dat lukte. In Waalwijk zelf was ook opmerkelijk dat de gemeente heel terughoudend reageerde. Die kwamen zelfs ongevraagd met een brief waarin ze neerlegden dat op geen enkele manier de club, als ze betaald voetbal ging spelen, op financiële steun van de gemeente kon rekenen. Ook niet op bijstand via politie. En ook, ze hoefden ook niet te rekenen op enige toezegging wat betreft de accommodatieverbetering. Wat in die tijd natuurlijk wel hartstikke nodig was. Er kwam een keer een buitenlander op proef. Van, ja, toen nog niet die makelaars, maar er was toch iemand die kwam met zo'n buitenlander. En die zegt op een gegeven moment tegen me, waar spelen we de wedstrijden? Die dacht dat het trainingsveld was. Ja, en eigenlijk vanaf dag één stond er een aardig elftal dat gelijk meedeed om een periode. Dus dan kreeg ik 100.000 schulden tekengeld van. En twee uur nadien, ik was met hem naar het casino gereden samen. En twee uur nadien waren ze op. Contract tekenen bij FC Den Bosch. Binnen Zisrael werd de nieuwe trainer. Die wilde mij graag houden. En ja, ik kon op dat moment een beetje jong en onstuimig nog niet zo goed vinden met destijds de manager. Ik besloot om weg te gaan. En toen hing even de situatie boven het hoofd dat ik terug zou keren naar amateurs als het zou moeten. En toen kwam RKC, die ging van amateur naar betaald voetbal. Uiteindelijk was ik de eerste en enige speler die ze kochten. Ja, en eigenlijk vanaf dag één stond er een aardig elftal dat gelijk meedeed om een periode en dat soort dingen. En eigenlijk nooit onderaan heeft gebengeld. Nou, dit is de kleedkamer van onze selectie. Normaal gaan de schoenen eraf, hoor. Het is geen verzameling of zo, hoor. Die gaan er normaal af. Maar hier doen de spelers zich omkleden. Het is allemaal veranderd. Vroeger dan waren hier bankjes waar ze op zaten. Bijvoorbeeld Leo van Veen. Die zat op deze ruimte hier, Leo van Veen. Er zijn een aantal nieuwe spelers gekocht hier. Waaronder Leo van Veen. Deze foto hier. Ik was 38. En Leen Looijen was aangesteld als trainer. Nou, die had bepaalde connecties waardoor hij dan nog wat spelers erbij kon betrekken. En met elkaar hadden we zo'n heel samengeraapt stelletje. Wat uiteindelijk toch wel een heel aardig elftal formeerde met elkaar. Leo van Veen. Leo van Veen probeert het van afstand. Wat is de richting veranderd? Ik was toen, ben nu rustiger, maar vrij emotionele coacher ook. En ook in mijn woordkeurs. Die had een microfoontje in mijn dugout gedaan, toen wat ik niet wist. Dekken! Hé, hey, Ant, als je er staat, moet je dekken! Hé, hey, is niet te geloven, hoor. Je moet eens een keer fluiten, klootzak! Hé, hey, je moet daar durven fluiten! Toen belde mijn moeder op, die was toen al 93 en die zei, het is een schande hoe jij tekeer gaat en wat je allemaal roept naar die spelers toe. Zo heb ik je toch niet opgevoed. De schoenen en de leerindustrie, die was populair. Even Adam Shoes was de hoofdsponsor. Er is een serie voetbalschoenen en sportschoenen uitgebracht. Met mijn naam erop, mijn handtekening erop. De Even Adam, Leo van Veen, Even Adam sportshoes. Ja, was er nog een succesvolle titel ook. Het werd aardig verkocht. RKC haalde mij hier naartoe, eerste jaar betaald voetbal. Willem II had me eigenlijk weggedaan.
En ja, dan maak ik de goal tegen als Tilburgs manneke. Breed, nou, Van de Wiel, kan zijn hoek uitzoeken en scoort. Uitstekende goal van RKC. Ja, dat vergeet je nooit. Dat was voor mij geweldig, toch? Daar speelde het laatste elftal, RKC dus, afkomstig uit Waalwijk, nog in het amateurvoetbal. Nu is de Eredivisie met inmiddels 35 punten, evenveel als FC VVV, erg nabij. Aandacht voor RKC, dat zichzelf graag als het wonder van Waalwijk bestempelt. En tot twee wedstrijden voor tijd hadden we echt goede kampioenskansen nog. Dat was eigenlijk heel raar. Men noemde het ook het wonder van Waalwijk toen. Ja, maar we zitten dicht bij de Efteling. Hè? RKC, dit jaar eerste divisiedebutant, ademt nog steeds de sfeer van de amateurs. Van een club die ook aandacht heeft voor een zesde, waar je een glas bier neemt en waar je de hele zondag doorbrengt. Kleedkamers, 's winters als het sneeuwde, dan sloeg de sneeuw binnen en dan kwam je 's morgens in de kleedkamer. Dan lag er, moest je eerst sneeuw ruimen in de kleedkamer. Maar ja, een oude boel natuurlijk. En dat had ook wel een beetje zijn charme. En daar had je dus een spelersholm. Dat spelersholm daar stond niet veel in, kon er niet veel doen. Vrijdag aten we altijd daar met Rietje. Dat was de dame die zorgde voor de spelers. De spelersmoeder heette dat. Die maakte saté, geen sportvoeding, maar het hoorde bij de cultuur vanuit het amateurvoetbal. Dus daar moet je dan niet rigoureus doorbreken. En daar had je ook dus één gokkast staan. Maar Ad was altijd op die gokkast aan de gang. Die was al vroeg hier in de middag. En dan moesten ze 4 uur op het veld staan. En dan had hij een schroevendraadje bij zich. En dan schroefde hij de stekker eraf, dat ze zijn punten niet af konden spelen. En na de training was hij als eerste gedoucht en probeerde hij weer die punten eraf te spelen. Want dat ging natuurlijk om een paar cent. Maar hij bleef uniek en waarschijnlijk zal hij er altijd blijven. Dus ik denk dat Adje ook alleen maar hier, misschien klinkt dat, maar dat hij hier buitengewoon kon presteren. Omdat iedereen accepteerde Adje zoals Adje was, zeg maar. Wat voor salaris dat hier opstraken, heb ik nooit meegemaakt. Ik heb altijd hier maar gespeeld. Totdat ik 1 keer topscorer van de eerste divisie werd. En toen was hier dan iemand die zei, dan krijg je van mij 100.000 gulden. Nou, ik denk, ja, dat is geld. Dus daar kreeg ik 100.000 gulden tekengeld van. En 2 uur nadien, ik was met hem naar het casino gereden samen. En 2 uur nadien waren ze op. Dus dat was mijn tekengeld, 1 jaar RKC. Hij was onberekenbaar in zijn spel. Het was geen technisch vaardige jongen. Het was niet, het zag er niet allemaal even soepel uit, maar hij ging met die pootjes en die. Ja, je mag tegenwoordig geen kleuren meer zeggen, maar het was de rode van de wiel. Er zijn momenten dan ga je tekeer tegen hem en dan roep je hem weer bij en dan leg je het uit waarom en dit en let nou daarop en doe jij nou gewoon je taak zus en zo en dan kan er nog heel veel gebeuren voor je. Ja, ik vergeet ik nooit. Atletico Madrid die nam contact op. En toen zei hij, nou, kun je komen praten. Maar toen moesten we uit naar PEC Zwolle, was de onderste. Toen zei hij tegen mij, nou luister, was Jezus Geziel, de voorzitter. Hij wil ik overvliegen, komen kijken. Als je er 2 of 3 maakt, dan zit je maal gebakken. En die kwam overgevlogen en ik raakte geen bal. Hij zei, wat moet ik met die spits? Dus dat was een verkeerde keus. Maar of ik daar toegegaan had, dat weet ik niet. Zelfde Real Madrid, dat hoefde van mij niet. Ik kostte dan maar 1 miljoen gulden bijvoorbeeld. Maar ik weet nog goed, toen in die tijd was Beenhakker trainer bij Real Madrid. En dan had je Hugo Sanchez, Brutto Gagenio. Wat moest ik daar gaan doen? Ik wou voetballen. En dan het belangrijkste vond ik, ik was 18 jaar, heb ik al meer verteld, dat ik alleen kwam te staan met mijn moeder. En ik heb altijd bij mijn moeder gebleven, hoor. Ik vond mijn moeder belangrijker dan geld. Theo, als ik interviews of verhalen over RKC lees, dan lees ik alleen maar rancuneus stelletje en afdankertjes. Hoe zit dat nou? Ja, ik lees het nou ook weer. Ik ben het ook inderdaad al een paar keer tegengekomen. Nou, dat is, ik denk, een tactiek van de trainer geweest om zich in een bepaalde positie te manoeuvreren, wat tot op heden aardig gelukt is. Ben je zo rancuneus dan? Nee, waarom zou ik rancuneus zijn ten opzichte van wie ik... Ik ben blij dat ik nog steeds voetballer en dat ik het spelletje nog mag spelen. Ik heb er een hoop plezier in. Wij deden per verrassing mee en we deden ook mee om... dat is leuk. Er zat geen druk op. Want promotie, daar moest je niet aan denken. Want daar waren ze nog lang niet aan toe. Ja, dat had niemand verwacht. Omdat je iedereen dacht van, oké, er komt een club uit het amateurvoetbal. Dat was een van de eerste clubs die dat deed. En dan wacht je...
kijken of ze zich een beetje kunnen handhaven. En ja, we deden eigenlijk al gelijk serieus mee. De stand bovenaan in de eerste divisie. RKC aan de leiding. Misschien voor heel even. Dat hangt af van het duel morgen tussen NEC en Den Haag. En de laatste twee wedstrijden, we speelden eentje 2-2 bij Dordrecht, waar we normaal dik hadden moeten winnen. We stonden straatlengte voor op hun. En nog eentje die we niet wonnen, ik weet het niet meer op mijn hoofd. Waardoor we eigenlijk in de laatste twee wedstrijden eigenlijk het kampioenschap nog verspeelden en in de na-competitie moeten spelen. Weet wat er vandaag gebeuren kan, hè? Daar moet je niet wakker van liggen. Het is heel normaal, dat heb je gewoon bereikt door scherp te zijn en door goed te spelen en goed te trainen. Pak het vast vandaag, hè? We wonnen er nog wel één of twee, maar we verloren er ook een paar. En de laatste wedstrijd die ging eigenlijk nergens meer om. Kelderman en Galgenbelt krijgt de bal terug. En die haalt de bal op. 3-1 voor de Graafschap. Definitieve genadeklap voor RKC. Ik heb er als voetballer successen gehaald. Ik heb er individuele successen. Ik ben twee keer de bronzen schoen gewonnen in de Eredivisie toen ik bij RKC speelde. Ik ben een keer beste speler van de eerste divisie geboren. En ik heb er uiteindelijk de kans gekregen om het vak te leren na het voetbal. Ik heb gestudeerd tijdens mijn carrière, maar nooit met het idee om in het voetbal te blijven. En ja, mensen die destijds aan het bewind stonden, hebben mij die kans gegeven. En ik heb in 8 jaar dat ik bij RKC gewerkt heb, eigenlijk in zo'n kleine club alle facetten van een betaald voetbalorganisatie kunnen en mogen leren. Ja, dat heeft mij heel veel gebracht in laten we zeggen, mijn loopbaan daarna. Ik woon in Tilburg al heel lang. Ik ga nog steeds naar Willem II kijken. Krijg ik altijd kaart voor de thuiswedstrijden. Ik ben bij lid van Oude Glorie. Daar heb ik ook 1 jaar gespeeld. Maar RKC is mijn clubje. Doe me heel zeer als ze zouden degraderen. Wat volgde was een ware schelmenroman. Een voetbal-epos met schurken, helden, hoge pieken en diepe dalen. Lang hield voetbaldwerk RKC het vol in de Eredivisie. Het ging een paar keer mis, maar geel-blauw vocht zich terug. Waalwijk blijft zingen, aan ons de victorie, aan RKC. Ga naar foxsports.nl/doc.